Wereldwijd zijn er miljoenen vrouwen op de vlucht. Aantal duizenden vrouwen komen in Nederland aan. En als ze in Nederland aankomen, moeten ze zich melden bij de IND. Vaak is het zo dat de IND een negatieve beslissing geeft, omdat deze vrouwen hun verhaal niet kunnen doen, omdat ze getraumatiseerd zijn. Ze hebben te veel meegemaakt. En ze zitten dan tegenover iemand die ze niet kennen. Dus vaak is het negatief. Dan komen ze of in detentie, of ze komen in een uitzetcentra terecht. Of ze komen op straat. Ze worden op straat geklinkerd. Wij zijn een opvanghuis. Wij zijn voor deze vrouwen die op straat geklinkerd worden. En wij nemen de meest schrijnende gevallen in huis. En we bieden ze juridische hulp en medische hulp. En daarnaast bieden we ook veel activering aan. De vrouwen zijn hartstikke druk in het huis om zoveel mogelijk te leren in het huis. Wij maken verschil. We hebben 2/3 van onze vrouwen hebben een perspectief. Dus wij vinden ook kinderen en vrouwen horen niet op straat. Steun ons.